En het is echt heel belangrijk. Ook de jongeren, want als we ons niet aan de afstand houden, kan de politie de demo ook stopzetten. Dus het is echt heel belangrijk dat iedereen gewoon de ruimte opzoekt. Dus vooral hier vooraan, ga misschien wat verder naar achter. Zoek een eigen plekje. Zodat het gewoon wel allemaal nog door kan gaan. Geen omhelzingen, geen zoenen, geen kussen. Dat mag allemaal even niet. Waarom niet? Ik hoop dat jullie allemaal hebben genoten van het fietsen. Er was een beetje chaos, maar volgens mij is het gewoon echt super epic geworden met rookbommen en vlaggen en muziek. Ik heb er in ieder geval heel erg van genoten, dus ik hoop jullie ook. Ja, er mag wel even goed voor gebeld worden. We hebben zo nog 3 speeches en een spoken word performance van Benjamin Vrouw. Maar ik wil eerst het woord geven aan de Fridays for Future jongeren, Sietse, Elisa en Ishtar. Kom erbij. Hallo? Nou, bedankt dat jullie hier allemaal met ons zijn. Dat was lekker regenachtig en pieperig. Ik wil jullie ten eerste bedanken dat jullie allemaal zijn gekomen om samen met ons en onze fantastische klimaatcoalitiepartners onze stem te laten horen voor het klimaat. En die fantastische coalitiepartners zijn Fridays for Future Amsterdam, Extinction Rebellion Amsterdam, Code Rood, Amsterdam Fossielvrij, Queers for Climate, Internationale Socialisten, Comité Schone Lucht, We Love Trees en Behoud Lutkemeer. Samen met al deze groepen hebben wij deze prachtige actie georganiseerd. En er zullen nog heel veel komen. Ook om een andere reden is dit een hele mooie dag. Want precies 2 jaar geleden was Fridays for Future met het landelijk team ook... 1 jaar geleden was het ook samengekomen om een actie te voeren. En dat was de grootste actie ooit met klimaatstaking ooit. Met 35.000 mensen. Yay. In Den Haag. Waarvan een groot deel jongeren waren. Fridays for Future is een grote en groeiende klimaatbeweging. En we willen dat grote bedrijven... Sorry hoor. We willen dat grote bedrijven stoppen met onze toekomst stelen. En we willen daarom heel veel nog meer acties voeren. Yay! Niet alleen in Amsterdam wordt vandaag gedemonstreerd. Er zijn verspreid over de hele wereld demonstraties voor het klimaat. We zijn er allemaal klaar mee dat overheden in de hele wereld in het falen in het tegengaan van de klimaatcrisis. Ook in Nederland zijn er vandaag een boel acties. Eerder vandaag is er onder andere gedemonstreerd in Utrecht, Leeuwarden en Zwolle. Zometeen is er een begrafenis voor het klimaat in Arnhem. En zullen er in bijvoorbeeld Groningen en Maastricht demonstraties plaatsvinden. Hallo. We staan hier vandaag allemaal met hetzelfde doel. Een beter en groener Nederland. Maar elke actie in Nederland heeft ook nog eens heeft ook doelen speciaal voor de eigen gemeente. Wij in Amsterdam dus ook. En we staan hier vandaag om aan de gemeente Amsterdam te laten weten dat we het niet eens zijn met haar klimaatbeleid. Dit zogenaamde groenste college ooit laat constant groen wijken voor grijs. De gemeente Amsterdam wil pas in 2050 klimaatneutraal zijn. Maar dat is gewoon te laat. Daarnaast
eisen we een eind aan het greenwashbeleid van de gemeente. Ze doen nu alsof ze heel erg goed bezig zijn, maar ze doen veel en veel te weinig. We eisen economische rechtvaardigheid. De burgers moeten niet opdraaien voor de kosten van de energietransitie. Die taak ligt bij de vervuilende bedrijven en multinationals die het klimaat al hebben verpest. We eisen dat de Lutkemeerpolder blijft. Deze parel in de groene longen van Amsterdam mag niet verdwijnen. Het is juist de plek die we zouden moeten behouden. Alleen de gemeente Amsterdam laat het plat leggen voor een of ander distributiecentrum van een beursgenoteerde multinational. We willen geen biomassa in Amsterdam. Dit soort nepoplossingen zorgen vaak voor meer problemen dan dat ze oplossen. Daarom willen we dat gewoon niet. En Amsterdammers moeten beslissen, zonder invloed van bedrijfslobbyisten. Want dit is onze stad, dus de belangen van de rechten van de burger gaan voor de belangen van de bedrijven. We willen jullie nogmaals bedanken voor jullie komst. Stay safe. En samen zullen we blijven strijden voor onze toekomst. Ja, dankjewel. En geweldig om te zien dat de jongeren nog steeds hard aan het strijden zijn. En in zo'n korte tijd zoveel zijn gegroeid. Als iemand de eisen nog wil teruglezen, ze zijn ook te vinden in het Facebook-evenement van vandaag, Fiets for Future. Dus dat zijn de eisen van de Amsterdamse Klimaatcoalitie. Ik ben heel erg blij dat jullie nog steeds staan in de regen. Het is best wel koud, maar ik wil toch nog even de aandacht vragen voor Behoud Lutkemeer. Marijke, ja, kom erbij. Want die lokale strijd is ontzettend belangrijk. We staan hier helaas niet bij de Stopra, want ik wil die lui daar in de Stopra graag een hartig woordje toespreken. Daar in die Stopra zitten de laffe lichtbeesten van het gemeentebestuur. Ze liegen dat de bedrijven de stad uit moeten om ruimte te maken voor woonhuizen. Maar het bedrijf dat ze daar in de Lutkemeer neer willen zetten, komt helemaal niet uit de stad. Ze liegen dat de bedrijven die daar komen duurzaam en circulair moeten bouwen. Dat kan helemaal niet. Op vruchtbare grond bouwen is nooit circulair. Verder stellen ze helemaal geen eisen aan die bedrijven. Hoe circulair is Alibaba of Albert Heijn? Ze liegen dat ze nergens anders 5,5 hectare kunnen vinden. Er liggen vele bedrijfsterreinen liggen braak. Er staan bedrijfsgebouwen leeg. Zelfs een gebouw van 6 hectare staat gereed. Die gebouwen hergebruiken. Dat is pas circulair. Ze liegen dat de coronacrisis aantoont dat de bevoorradingsfunctie, hè, de woorden van de wethouder, de bevoorradingsfunctie van de stad vitaal is, dat er dus een overslagbedrijf nodig is. Nee, mevrouw de minister, de corona en de daaropvolgende economische crisis leidt er juist toe dat zo'n bedrijf overbodig wordt. Er gaan grote problemen ontstaan bij het invoeren van buitenlandse etenswaren. We moeten dus meer dan ooit die vitale functie van de Lutkemeerpolder voor het verbouwen van biologisch voedsel vlak bij onze stad in stand houden. Dat is pas de zero-emissie-opleiding. Dat is de zero-emissie-oplossing die ze zeggen te willen bereiken. Dus ik zeg het nog maar eens. Die oplossing is er al. Behoud de Lutkemeer. Ze liegen dat ze die jarenlang geleden gesloten overeenkomst, dat ze die niet kunnen ontbinden. Maar die overeenkomst is door middel van corruptie tot stand gekomen.
En er kunnen dus best juridische mogelijkheden zijn voor een nietige verklaring. Maar dat willen ze niet onderzoeken. Waarom eigenlijk niet? Daar in die Stopra zitten ook de grote geheimhouders. Ze vertellen ons niet welk bedrijf er zal komen. Hoezo niet? Wij gaan nu denken, is dat bedrijf er eigenlijk wel? De gemeenteraad stelde de voorwaarden, geen bedrijf, dan niet bouwen. Maar ze houden zich er gewoon niet aan. Ze vertellen ons niet waar die 42 miljoen, die ze zouden verliezen als ze de polder niet bebouwen, op gebaseerd is. Klopt dat bedrag wel? Volgens ons dus niet. Een recent rapport van de Universiteit Wageningen toont aan dat de Lutkemeer behouden en het biopolderplan uitvoeren vele miljoenen meer oplevert aan ecosysteemdiensten. Dus behoud Lutkemeer! Sorry mensen, ik ben vandaag iets langer van stof dan jullie van mij gewend zijn, maar er is veel te bespreken. Die grote geheimhouders geven ons de gevraagde stukken niet. En als ze daartoe verplicht worden door de wet openbaarheid van bestuur, dan hebben ze de helft zwart gelakt. Al die geheimzinnigheid maakt ons heel achterdochtig. Geen openbaarheid van bestuur? Wat hebben ze te verbergen? Is dat wel zuivere koffie? Tot slot zijn het ook beroerde bedweters daar in de Stopera. Een bekend planoloog die al tientallen jaren vele gemeentes geadviseerd heeft, vindt het Amsterdamse gemeentebestuur uitermate arrogant. Ze luisteren niet naar adviezen, ze luisteren niet naar insprekers. Ze denken dat ze het zelf beter weten. Maar als ze wel even doordenken, dan snappen ze zelf ook wel dat ze daar een foeilelijke gigantische grijze doos gaan bouwen voor een bedrijf waar ze echt niet trots op kunnen zijn. Of als een bedrijf gaat afhaken, dan wordt het wellicht wel leegstand. Weg met alle miljoenen! Wat zit er toch achter dat dit groen-linkse gemeentebestuur tegen de landelijke trend in, tegen de eigen beleidsvoornemens in, zonder goede redenen, de fantastisch mooie Lutkemeerpolder, die past in alle plannen voor biologische voedselvoorziening nabij de stad, willen ze hem wetens kapot willen maken? Wil wethouder Marieke van Doornink per se deze doodlopende weg inslaan? Omdat ze anders gezichtsverlies leidt? Kent ze de zegswijze niet, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald? Wil zij de rest van haar hele leven horen, die van Doornink, die heeft de Lutkemeer verpest? Dat is pas gezichtsverlies. Of kan haar ambtenaar Heiko Vader niet meer slapen als hij zijn levenswerk, het bebouwen van de Lutkemeer, niet kan laten doorgaan? Hij zou juist slapeloze nachten moeten hebben, omdat hij het op zijn geweten heeft dat hij een prachtig stuk cultuurlandschap heeft verpest. Gemeentebestuur, kom uit je ivoren toren. Dit moet je horen. Knoop het in je oren. De Lutkemeer mag nooit verloren. Hey, even afstand houden. Sorry. Heb jij filmpjes van tijdens de demo? Wauw. Bedankt voor de strijd. Bedankt voor de strijd. Veel mensen met camera's. Jullie hebben net al ook even van hem mogen genieten. Maar hier is Benjamin Vo weer met Spoken Word. What if everyone in the world who was close to the flames, who saw their life change from a big hurricane,
whose future might never be wholesome again, could look you in the eyes and tell you their name? Would it touch your heart? Would it scramble your brain? Would you think you must have gone insane? Would you be able to explain you really had to catch that plane instead of hopping on a train and say that that was not inane? Tell those who lived their lives in vain, shackled by production chains, that all of this was preordained, but we all played a losing game. What if all the working poor and all the people working for the food we ate, the clothes we've worn, would start to show up at our door, and plastic from the ocean floor would rise up and wash up on the open shore? Could we say to their face what this lifestyle is worth and ask which Amazon is the lungs of the earth? The planet is screaming, but we keep calm and carry on. The mad professor rattles on. We're speeding down the autobahn. Our seatbelts aren't fastened on, but science lacks the lexicon to speak to our emotions, the only thing we act upon. Maybe we're uncomfortable because of too much information, and so long as aviation is our preferred mode of transportation, we will be writing a new interpretation of Icarus. See, Icarus flew too close to the sun, and he died, and we're flying close to it a few too many times, and the temperature's already melting the wax, but people keep saying, calm down, relax, but we've seen it in data and figures and facts and pictures and graphs and scriptures and maps, and sometimes it's hard to even tell them apart. But what if today we make a new start? What if today we start building an ark? I hope you would tell me what I clearly need to see, that we can make other plans, but there's no planet B. But what if we employed each climate refugee and paid them to make things sustainably? I think if we share, we can clean up the air. We just need to dare to make the world fair so that farmers can farm without doing harm, and we can treat them and the planet with care so that people can make a sustainable income without all these terrible carbon emissions. I think every time we are faced with a test, we shouldn't be scared. We should stick out our chest. We should stick together and give it our best. Come on, ladies and gentlemen. Let's give it our best. Thank you very much. Bedankt, Benjamin. Misschien is het idee om even een beetje te bewegen. Gewoon een beetje te springen en benen uit te schudden om een beetje weer warm te worden. Ja, goeie. We hebben nog één speech. Maar daarvoor wil ik alvast even zeggen, als er jongeren zijn die willen aansluiten bij Fridays for Future, dan kunnen ze, even kijken, wie gaat nu de hand opsteken, waar kunnen ze heen lopen? Waar zijn ze? Oh, dat schiet niet op. Dan kunnen ze naar mij toe komen om je nummer te geven en dan kan ik zorgen dat je erbij komt. Dus doe dat vooral. En dan nu wil ik het woord geven aan Diederik van Clears the Climate. Een van de leukste klimaatgroepen die er is. Kameraden. Dit werkt beter, denk ik. Kameraden. Afgelopen week hoorde ik, samen krijgen wij de overheid onder controle. Helaas was dat door een paar wetenschapsontkennende BN'ers. Maar volgens mij werkt die boodschap veel beter voor klimaatrechtvaardigheid. Dus bij deze, samen krijgen wij de overheid onder controle. Op diezelfde dag las ik ook dat de rijkste 1% evenveel uitstoot als de armste 3,2 miljard mensen. En daarom chanten we Change Your Diet for the Climate. Change Your Diet for the Climate. Eat the rich! Yes, en daarom staan we ook hier met Queers for Climate. Ik ga het voor de rest kort houden, want ik heb het ijskoud. Ik wil een warme douche in. We staan hier met Queers for Climate eigenlijk om de twee hele voorname redenen. Eén is dat de
klimaatcrisis disproportionele gevolgen heeft voor LHBTQIA'ers. Waar ook ter wereld waar de klimaatcrisis toeslaat, zie je dat die positie onder druk staat. Bijvoorbeeld in Fiji, waar in nasleep van tropische cyclonen LHBTI-vrouwen de schuld krijgen. Daar wordt gezegd dat sodomie de schuld is van die tropische cyclonen en niet de klimaatcrisis. Daarom staan we hier. We're here, we're queer, system change is near. We staan hier. Yes, we staan hier ook omdat waar het klimaat last van heeft, die logica waar het klimaat last van heeft, daar hebben wij LHBTI'ers ook last van. En wellicht zie je dat het best belichaamd in mensen als Trump, Bolsonaro, Baudet, Dada, Orban, die naast klimaatontkenners ook gigantische homofobe, bifobe, transfobe eikels zijn. En daarom staan we hier. Omdat diezelfde logica, dat de norm wit is, dat de norm mannelijk is, dat de norm cis is, dat de norm hetero is, dat de norm upperclass is, dat de norm de mens is, dat moeten we bevragen. En al het andere is niet om te exploiteren, al het andere is niet om te koloniseren, al het andere is niet om weg te zetten, al het andere is niet om te onderdrukken. Daarom staan we hier. We staan hier in solidariteit samen en met de Amsterdamse Klimaatcoalitie voor de eerste keer. Een prachtige coalitie van heel veel verschillende grassroots milieubewegingen. En ik word ineens een gans. Ja, hoe laat is het? Yes, we staan hier in solidariteit. Oh, ik moet afronden. Oké. Okay. Ik had een speech op papier, maar die is verregen. Dus vandaar dat ik het uit mijn hoofd doe. Het enige chaos tot gevolg. De Xi Jinping's, de Trump's, de Bolsonaro's, maar ook onze eigen neoliberale overheid hier in Amsterdam en in Den Haag, stemmen me niet echt hoopvol. Ze maken me wel vaak heel boos. Wat me wel hoopvol stemt is jullie. En dat we nog iets van tijd hebben voor de klimaatcrisis onveranderlijk is.